Gewezen vicepresident Ashwin Adin vindt niet dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit. Dat heeft hij vandaag tegenover de hoorcommissie van de Nationale Assemblée verklaard. Om zijn bewering kracht bij te zetten, citeerde hij uit enkele passages van de vordering van de procureur-generaal aan de Nationale Assemblée. Adin heeft daarna zijn verklaring voorgelezen en heeft een exemplaar doen toekomen aan assembleevoorzitter Marinus B. met het verzoek deze door te geleiden naar alle assembleeleden. Adin vindt dat de vordering van de procureur-generaal afgewezen moet worden.